kaas, goede voetballers, wereldberoemde DJ's en natuurlijk tulpen. Zomaar een lijstje exportproducten waar Nederland onbekend staat. En wist je dat we al sinds de 17e eeuw tulpen kweken? Maar er is sindsdien een heleboel veranderd in de tulpenkwekerij. Dus, hoe doen ze dat eigenlijk? In 2020 werden er op 27.000 hectare landbouwgrond in Nederland bloembollen geteeld. Meer dan de helft daarvan was bestemd voor de tulpenteelt. Dat zijn om en nabij de 2 miljard losse tulpen. 90% daarvan is bestemd voor de export. Verreweg de meeste tulpen komen uit de kop van Noord-Holland. In Obdam vind je Borst Bloembollen. Dit familiebedrijf, dat al sinds 1946 tulpenbollen kweekt en vermeerdert, is een van de grootste telers van ons land. En loopt voorop in automatisering en innovatie. Anouk, jij werkt bij Borst Bloembollen. Een toonaangevend bedrijf op het gebied van de tulpenteelt. Wat maakt jullie bedrijf zo uniek? Ons bedrijf is uniek omdat wij ongeveer 700 soorten tulpen telen. 700 verschillende soorten. En kun je tulpen het hele jaar door kweken? Het echte tulpseizoen is vanaf januari tot maart april. En de rest van het jaar zijn wij dus bezig om de tulpen te kweken. Verse tulpen van Nederlandse bodem zijn dus niet het hele jaar door te krijgen. Het seizoen duurt ongeveer 4 maanden. Maar dat betekent niet dat buiten het seizoen het bedrijf stil ligt. In de overige maanden worden de tulpen uiteraard geoogst, maar vooral ook verder verwerkt om het seizoen erop weer nieuwe bloemen te kunnen leveren. Daarom werken er afhankelijk van het seizoen tussen de 140 en 350 mensen keihard aan de hoogste kwaliteit tulpen. Het proces van de tulpenkweek begint natuurlijk bij het planten. En er komt bijna geen handwerk meer aan te pas. De tulpenbollen worden rond oktober in speciale netten op het land gelegd, waarna er automatisch een laag aarde overheen gaat. Dankzij deze netten zijn de bollen later in het jaar weer gemakkelijk uit de grond te halen. De grond wordt daarna geëgaliseerd en de tulp kan rustig beginnen met groeien. Zodra de tulp zijn kop opsteekt, wordt hij nauwlettend in de gaten gehouden. Want er mogen absoluut geen virussen of ziektes in de plant zitten. En verkeerde planten moeten zo snel mogelijk ruimte maken voor de wel goede exemplaren. Vroeger gebeurde dit met de hand en waren rugklachten gegarandeerd. Maar tegenwoordig gaat dit volautomatisch en 24 uur per dag. Met een selectierobot. Nee, dit ruimteschip op wielen komt niet uit een willekeurige science fiction film. Dit is de echte toekomst van de tulpenteelt. Door middel van een GPS-signaal, een database van het perceel en geavanceerde camera's met AI-technologie kan deze robot ieder plantje beoordelen op virussen. Ruim 4 maanden geleden zijn de bollen geplant. De selectierobot heeft zijn werk gedaan. De bloemen staan in adembenemende schoonheid in bloei. En de wereldberoemde Hollandse bloemenvelden zijn met eigen ogen van dichtbij te bewonderen. Ieder jaar trekken weer miljoenen toeristen van over de hele wereld hier naartoe. Maar hoe adembenemend ook, deze tulpen worden niet gekweekt als toeristische trekpleister, maar om als losse bol verkocht te worden. Of om nieuwe bollen mee te kweken. Daarom worden de tulpen, cru maar noodzakelijk, een kopje kleiner gemaakt. De energie van de plant moet namelijk in de bol en niet in de bloem. Want zonder bloem sterft ook de rest van het blad langzaam af en gebruikt het plantje al zijn energie om de bol dikker te laten worden en vervolgens kleine nieuwe bolletjes te kweken. Het koppen gebeurt machinaal door middel van een kopmachine. Deze gigantische automatische guillotine is in hoogte af te stellen zodat alleen de kop van de tulp eraf gaat. Dat is belangrijk omdat het blad van de tulp niet beschadigd mag raken. Maar tulpen die net te klein zijn, blijven staan en moeten dus met de hand gedaan worden. Een dankbaar klusje voor scholieren. De afgeknipte bloemen blijven tenslotte op het land achter. Maar gaan niet verloren. Ze dienen namelijk als een soort groenbemesting. Maar dan wit en paars en rood. Kijk, een hele bak vol. Deze tulpenbollen komen dus rechtstreeks van het land. Nee, deze zijn 2 dagen geleden gerooid. Dus uit de grond gehaald. Daarna zijn ze teruggedroogd. En verwerkt op de verwerkingslijnen. Gerooid, moet je me even uitleggen. Wat is dat? Deze tulpen die zijn geplant tussen 2 netten. En die netten worden uit elkaar getrokken. De bollen komen vrij. En die komen in de kist. En die gaan we terugdrogen in de schuur. En daarna gaan we ze verwerken. Eigenlijk is rooien oogsten. Zeker weten.
Op een steenworp afstand van het bedrijf is men ondertussen volop bezig met het oogsten van de bloembollen. Het rooien dus. Dit gebeurt met een speciale rooimachine die achter een trekker is gehangen. Eerst snoeit een grote vijzel de oude plantenresten van de tulp en nieuw aangegroeid onkruid van het bloembed. De netten worden uit de grond gelift door een grote cilinder. En de losse aarde valt nu voor een groot deel vanzelf weer terug op het land. De twee netten met daartussen de bollen worden van elkaar gescheiden en ieder op hun eigen rol verder verwerkt. Ieder net wordt langs een roterende as met erop twee schoepen geleid. Daardoor worden de nog vastzittende tulpenbollen met een ferme tik losgeslagen. De tulpenbollen worden op een lopende band opgevangen en samengevoegd. De laatste restjes losse aarde worden met behulp van een rollende zeef verwijderd. De verse tulpenbollen worden in grote kubuskisten opgevangen. Als de kist vol is, loopt deze van de rooimachine af en wordt op het land achtergelaten. Op een later moment worden ze opgehaald en naar het verwerkingsbedrijf gebracht. In de schuur moeten de bollen tenslotte 24 uur drogen, zodat ze iets krimpen en de velletjes en nieuw aangegroeide bolletjes goed loskomen. En de laatste stap voor het pellen is wel een heel speciaal. Kijk Tim, hier worden de bollen vochtig gemaakt om te pellen. Met hele fijne nevel. Hierin je ziet staat helemaal niks. Nee, dat klopt. Het zijn hele fijne waterdruppeltjes om de bollen lichtvochtig te maken. Oh, waar ben je? Ja. En hier gaan dus die karren met bollen in? Ja, hier gaan de kubuskisten met bollen in. En die staan hier dan 6 tot 8 uur. En dan zijn ze klaar om te pellen. Door naar het echte werk. Met kubuskisten tegelijk worden de bollen in de reusachtige pelrobot gestort. Daar worden eerst de kleine bolletjes van hun moeder gescheiden. De kleintjes worden gebruikt om weer op het land te planten. De grote gaan verder door de machine. Door een serie van verticale rollers worden de losse velletjes en de wortelkrans van de bollen verwijderd. Dit lukt met ongeveer de helft van de bloembollen. Dus de laatste 50% moet toch nog met de hand worden gedaan. Daarna worden de bollen met behulp van een bollenzeef op maat gesorteerd. Iedere zeef heeft een andere afmeting gaten waarover de bollen met een schuddende beweging worden voortgestuurd. Als de bollen op de juiste maat zijn gesorteerd, wordt een selectie gemaakt. Maar liefst 26 heftrucks rijden af en aan om de bollen op de juiste plek te krijgen. Een deel gaat naar de verkoop om in deze vorm als bol over de hele wereld te worden verkocht. Een ander deel gaat naar de opslag om later weer het land op te gaan. En weer een ander deel gaat naar de kweek om uiteindelijk als volwaardige tulp, dus als bosje bloemen bij de bloemist, verkocht te worden. Om de tulpen te laten uitgroeien tot snijbloemen krijgen ze eerst een koude behandeling. Waarna ze in speciale bakken worden opgeprikt. Deze tulpen ziet er weer anders uit. Deze hebben nu een temperatuurbehandeling gekregen. Ja, dat klopt. Deze bollen zijn tussen de 11 en 17 weken in de koelcel bewaard. Tussen de 2 en 5 graden. Nou, die bollen die houden voor de gek. We geven ze een behandeling dat ze denken dat het winter is. En op die manier worden spruit geactiveerd en de wortelkrans. Ah, dus daarom krijgt hij het gevoel dat hij er weer uit moet. Ja, ja, dan denkt hij dat het is lente. En als hij denkt dat het is lente, dan gaan wij ze opprikken. En hierdoor kun je eigenlijk het hele jaar door tulpenbollen blijven kweken. Ja, op die manier kunnen we jaar rond tulpen produceren. De opgeprikte bollen gaan een paar maanden de koelcel in. Daar ontwikkelen ze langzaam maar zeker nieuwe wortels en begint er voorzichtig een nieuwe tulp te groeien. Zodra de kersverse tulpen groot genoeg zijn, mogen ze de koelcel uit en kunnen ze de warmte van de buitenwereld ervaren. De gestapelde kistjes worden door een verdeelrobot in rijen van 15 achter elkaar op een speciale container geladen. Op de container vervolgt de tulp zijn weg en kan zijn reis door de kas beginnen. Voor optimale groei van de tulp is de hoeveelheid en kwaliteit van het licht heel erg belangrijk. De eerste 4 weken brengt de tulp door onder een speciaal type LED-licht. Door de juiste samenstelling van het licht krijgen de plantjes een extra boost energie. Na 4 tot 8 weken is het dan zover en krijgen de tulpen voor het eerst de zon te zien. Met behulp van een speciale lift worden ze namelijk naar boven getransporteerd. In het volle zonlicht kunnen ze zo in een aantal weken verder uitgroeien en beginnen de kenmerkende vormen van de tulp zichtbaar te worden. Als de eerste bloemen ontluiken, gaan de tulpen aan de andere kant van de kas weer naar beneden om zo in de zogenaamde bufferzone volledig tot bloei te komen. Ten slotte worden de rijpe bloemen geplukt en gaat de container weer terug de kas in
zodat ook de andere planten hun bloem kunnen ontwikkelen. De rijpe bloemen worden door een machine automatisch op maat gemaakt en tot een bos verwerkt. Tien tulpen samen is een bos. En vijf bossen worden samen verpakt. Afhankelijk van de grootte van de tulp gaan er meerdere bossen in een emmer. Inmiddels zijn de verse snijbloemen al via de digitale bloemenveiling verkocht en dus klaar om naar de winkel te gaan. En uiteindelijk in jouw bloemenvaas terecht.